Een bankske gezet, drie palen en een plank, iets te hoog, maar het gewoon net. Het zit duizend keren bitter als een stoel uit de winkel. Het bankske wat ik in mijn hof heb gezet. Het bankske wat ik in mijn hof heb gezet. Ten elfde van de elfde zijn we allemaal precies dezelfde. Oh, ik heb er zo zin in. Wat blijft ze nou toch? Ik heb er zoveel te vertellen. Bijna 11:11 hoor. Ik word dus een eind opzij, want ik ben aan het stoffen hier. Wat ben jij nou aan het doen? Omdat het hier helemaal onder de raggen zit. Ik word er gewoon doodziek van. Hier, daar heb ik weer zo'n spin. Dat ik hem vang. Haha, even uitslaan. Zo. Toch handig hoor, zo'n ding hoor. Want ja, het is de enige die tussen mijn lamellen past. Oh, wat erg. Heb jij daar tussen een lamel gedouwd? Welk? Oh. Ja, waar zit jij nou? Weet jij wat dat is? Ik wou dat jij een keer stofte. Je doet helemaal niks in je kiet. Nee, en dan zit zei jij dat tussen uw lamellen gedouwd. Ja, en? Weet je waar het van is? Ja, van de... gewoon zonder Swiffer. Nee, gek. Het is een collectormijntje. Nee, Bekske, denk ik. Uit Sint-Jan. Ja. Echt waar? Nou, dan kennen ze nou heel wat vangen, want ik geloof dat er toch wel een stuk of 13 spinnen in zitten. Nou, hé, luister eens even, want nou ga je toch... Collectementje van de Sint-Jan. Ga jij zondag mee? Wat het zondagochtend. Hoe naar de mis? Welke mis? Zondag is een carnavalsmis. Dat vind ik zo. Trouwens op jouw verjaardag. Doe jij er eigenlijk wel wat aan? Nee, ik heb er echt... Nee, Mien, daar heb ik gewoon nou geen zin in. Vorig jaar stond helemaal een kiet op stelte met mijn verjaardag. Ik gooi daar niet meer mee zitten. Nee, maar je hebt nou... De elfde van een elfde... Als jouw feest zou kunnen zijn... Dan is ook de stad in feest. Eerlijk waar. Ik heb speciaal voor jou alvast een cadeautje. Ik ken er vast om. Och ja, kom ze weer aan met zo'n wit-geel-rood deske. Die heb ik al 30 van jou gehad. Wit-geel-rood. Je snapt er ook helemaal niks nee, van. Nee, wat kan mij het schelen. Maar, weet je, de mist daar vind ik dan nog wel om te doen. Want ja, daar vind ik dan nog wel interessant en indrukwekkend. Met al die trompetters die er dan daarna nog boven aan het schouwen zijn. Dat weet ze nog, dat weet ze nog. Dat weet ik nog wel. Vorig jaar, jij had een brok in uw keel. Eerlijk waar, weet je nog? Ja, dat was omdat jij gewoon weer verkeerd gekokt had. Jawel. Nee, om 11:50, hè. Dan gaat bij de Sint-Jan bovenop die toren, hè. Dan staan die trompetteraars. Die staan samen met het carillon. Die spelen dan het volkslied. Ja, ik ben geen gek. Dat weet ik ook wel. Dat hoef je aan mij niet te vertellen. Dat is zo mooi. Ja, prachtig. Daarom wil ik dat wel doen. Die mist, dat wil ik nog wel, maar mijn verjaardag, nee Mien, daar ga ik niet aan beginnen. Wil jij het niet vieren? Nee, ga je niet meer mee zitten. God, wat een bende waard het zeg. Ik heb de confetti ik 6 weken naar de rand nog van de vloer kennen krabben. Nou zat ik van de week, hè, met dat vrouwke van het theater aan de parade, hè. Welk vrouwke? Dat vrouwke. Hebben we bij elkaar een bakje koffie gevat en heb ik het over jouw verjaardag gehad. En nou heb ik het voor jou... Speciaal van die bandjes laten maken. Weet, het is een soort 11-11 houd hem vrij. Ken nee, niet? Toch, ken, Mien. Echt waar, heb ik voor jou feest? Ik heb voor jou een feest geregeld. Ja, ik dat kom niet. Dan heb jij een leuk feest, maar niet met mij. Eerlijk waar, in het theater. Voor jou, smiddags. Ja, ook nog zeker. Dus een beetje zonder poppenkast gelegen houden in het theater. Nee, ik begin er niet aan. Ik zweer, ik ga ook stilstaan bij jouw feest. Bij jouw verjaardag. Maar ik zal ook een beetje zorgen dat carnavalsgevoel toch een beetje meer wordt aangewakkerd bij jou. Want ik mis het. Ik mis het. Ja, jij mist het. Maar ja, daar heb ik niet zoveel mee met wat jij mist.
Dus je hebt dat feest voor mij gedaan ja. om uw eigen gevoel weer lekker te pleasen. Ja, nee, dat is altijd bij jou, Amin. Als je nou een beetje vrolijk wordt ervan. Ik ben altijd vrolijk. Ik snap niet dat jij niet ziet dat ik vrolijk ben. Ik ben elke dag vrolijk. Ja, dat klopt. Behalve als ik jou zie. Dat ja, klopt. En als dat nou toevallig 24 uur per dag is, dan kan ik dan toch ook niks aan doen. Op de elfde van ja, gewoon lekker deur. Zijn we allemaal. Zeg je, naai eruit. Weet je wat je doet? Ik naai eruit. Kijk eens. Er zit echt een spirit in het collectorbakje. Nou, jongens, je mag weer mailen. Want zij zit de collectorbakje van de Sint-Jan. Ja, als dat zo is, dan heb ik een groot probleem. Want ik heb er namelijk met een hele kit mee gedaan net. En onderop, ik weet niet wat er allemaal zit, maar het is in ieder geval geen geld. Dus zij zit collectebaksje van de Sint-Jan en ik zeg het is gewoon een goede stoffer. Ja, waarom ze dat flusje eraan hebben gezet, dat weet ik ook niet. Dat is misschien om tussen de hele allerkleinste lamellen te kunnen komen. Dus hieronder is ons mailadres. En we zien hoe Gerrit tegemoet. Alle goede antwoorden krijgen natuurlijk een leuke prijs van ons. Gerrit, tot volgende week. En ik weet niet wat zij met 11-11 van me van plan is. Schijnbaar een groot feest. Op theater aan de parade in de pleinzaal. Speciaal voor mij, maar ik kom niet. Houdoe, tot volgende week. En Bibi, waar hebben ze gewonnen? Waarvoor zei jij niks? Aan jou ik ook niks. Nou, wij doen natuurlijk aan prachtige prijzen. Dus als je het goede antwoord hebt, dan komt dat bij ons binnen op de mail. Wij gaan hem persoonlijk beantwoorden. Met een blafje van ons Bibi erbij. En dan mee persoon krijgen ook te horen en te zien en te lezen wat je hebt gewonnen. En dan erbij staan wij ook nog op de Facebook. En we hebben geloof ik een Twitter, zoiets. Dus als je weer kijkt, kan je dat ook doen. En misschien laten ze dat hieronder ook nog wel zien. Waar we ons op kunnen vinden op de Facebook en de Twitter of zoiets. Nou, mailen we en tot de volgende keer. Zwaaien, Bibi.